Het is zaterdag. Ik mag straks naar de Taalstaat op Radio 1 om te praten over een nieuw boekje. Johan de Wit en Frankrijk. Dat boekje is vandaag verschenen en het is een bloemlezing uit de correspondentie van de bekende raadpensionaris Johan de Wit. En ik heb het uitgegeven, maar ik heb ook heel veel tekeningen ervoor gemaakt. Eigenlijk zou het boekje pas volgende week vrijdag verschijnen en zouden we het presenteren in Parijs. Op de residentie van de huidige ambassadeur Pieter de Gooyer. Ik heb hier een tekening van hem gemaakt, gebaseerd op het schilderij dat in de ambassade hangt, in de residentie van de ambassade in Parijs. En de ambassadeur zou het in ontvangst nemen en er zou een grote conferentie zijn. Maar vanwege corona kon dat niet doorgaan en nu staat wel zijn voorwoord erin. En de tekening van Pieter, de ambassadeur. En de grap is, dit is gebaseerd op een schilderij van een Franse ambassadeur. Van een ambassadeur die in Frankrijk ook jarenlang in de 17e eeuw daar de ambassade deed. Van Aarsen. En dat schilderij hangt daar. Dus ik vind het heel erg leuk dat we het hebben. Het hele boekje zit vol met tekeningen van mijn hand. Ik heb geprobeerd om in een soort 17e eeuwse stijl tekening te maken bij de uitgaven van de brieven die we hebben gedaan. Want we hebben ongeveer 25 brieven met een Frans thema hebben we gepubliceerd en daar een transcriptie en een vertaling van gemaakt. Maar ik heb het bijna bij iedere brief een tekening gemaakt gebaseerd op 17e eeuws werk. Dit bijvoorbeeld is een soort gravure waarin je de aankomst van de jongens de Wit ziet, hier Johan en Cornelis. Op de plek in Parijs waar Willem Boreel, die toen ambassadeur was, woonde. En op de achtergrond zie je ook nog de afgebroken Bastille. Maar wat ik wilde dus wil zeggen, dit boekje is vandaag verschenen. Het is vanwege boekstoordag en dingen. En wij hebben, ik vind het is helemaal niet makkelijk zo'n verhaaltje houden. Ik had allemaal dingen bedacht en nu zeg ik alleen maar dingen die ik helemaal niet had bedacht. Nou, in ieder geval, in het boekje staan zo'n 25 brieven die iets te maken hebben met Frankrijk. En dat kan zijn als een Franse brief is van bijvoorbeeld Lodewijk de 14e. Want het is Lodewijk de 14e die hier staat afgebeeld. Gebaseerd op een bekend schilderij waarbij je Lodewijk de 14e richting de Republiek ziet gaan. En ik heb nu het hele leger weggelaten, alleen maar Lodewijk de 14e centraal gezet, wat natuurlijk ook hoort bij zo'n grote koning. En in het boekje staan allerlei brieven, allerlei thema's. Van persoonlijk tot koningen en ook Descartes staat erin. Ik heb Descartes hier afgebeeld naar het standbeeld dat in Den Haag staat. En hij ontdekt hier stof op zijn vensterbank, want daar gaat de brief over. De brief gaat over purpen regen. purpen regen. Het boekje is een soort vervolg op een eerder boekje dat we met deze groep hebben gemaakt. En dat was Johan de Wit en Engeland. Waarin we hetzelfde deden, maar dan met de Engelse brieven. En dat was een groot succes, want het kwam ook goed in het nieuws, werd goed besproken. En de eerste oplage was al vrij snel uitverkocht. En nu is het tegelijkertijd met Johan de Wit en Frankrijk is dus ook Johan de Wit en Engeland weer verschenen. Frankrijk is wel iets dikker dan Engeland. We hebben wat langere brieven en wat meer brieven. En ik zeg we, dat zijn de mensen die zich de afgelopen jaren bezighouden met de ontsluiting van de briefwisseling zoals die in het Nationaal Archief ligt. Hier zie je ons staan. Hier zijn wij op de drempel van de faculteit geschiedenis in Oxford, dat we werken voor deze ontsluiting samen met EMLO, Early Modern Letters Online in Oxford, die tot doel hebben om zoveel mogelijk 17e eeuwse brieven in kaart te brengen en te ontsluiten, om zo te zorgen dat die brieven ook door iedereen digitaal bereikbaar zijn. Een interessant stuk dat hierin staat, heeft een van ons geschreven, Julian. Julian heeft in het boekje beschreven hoe zijn nou eigenlijk die brieven die wij zo vaak in het Nationaal Archief onderzoeken, hoe zijn die gevouwen? Want dat briefvouwen is helemaal niet zo eenvoudig in de 17e eeuw.
Men gebruikte geen envelop, hè? Men gebruikte de brief zelf als een soort envelop. En Juriaan heeft allerlei vouwschema's erbij gedaan. Je kunt het ook zelf proberen, zegt hij. En sommige zijn ingewikkelder dan andere. Dit is bijvoorbeeld een vrij eenvoudig schema. Zoals wij ongeveer, en dat is ook wel een schema dat vaak gebruikt wordt. Maar je kunt je voorstellen, bijvoorbeeld als jij een geheim briefje wilde versturen, dan deed je dat per duif. En dan was het een heel klein opgevouwen velletje. Maar er zijn ook brieven, bijvoorbeeld hier een brief van een ambassadeur. En dan maakt het allemaal niet zo erg veel uit. Of hier ging het, dit is een brief, niet van een ambassadeur, maar van een graaf. En die heeft het vooral versierd met een mooie zegel en een mooi lintje. En die heeft het gewoon heel simpel gevouwen. Twee keer dubbel gevouwen en overdwars. Nee, er is een heel systeem letterlocking. En Juriaan beschrijft hoe dat gaat. En je kunt het ook zelf doen. Ik zie hier een voorbeeld. Dit is zo'n briefje. Dit is niet een origineel hoor. Maar het is een kopie. Die briefjes zagen er ongeveer zo uit. En dan in dit geval is het een naar binnen gevouwen brief. Waarop je ziet meneer Johan de Wit. Raadpensionaris van de provincie van Holland. En dan zat hier een zegel en dan maak ze dat open en dan kon je dat uitvouwen. Maar ik heb mijn leesbril niet op, dus ik ben er helemaal niet goed in. Bovendien het gepiel met briefjes, dat is helemaal niks voor mij. Ik heb meer iets met tekeningen. Hier zie je hoe twee, eigenlijk ik denk gewoon Johan en Cornelis, richting het huidige residentie in Parijs lopen. Dit is allemaal natuurlijk geantedateerd, het klopt, er klopt allemaal niks van. Maar die twee mannen is gebaseerd op een schilderij van de beurs in Amsterdam. Daar lopen ze ook. En dat residentie is naar echt gedaan. Op een gegeven moment wordt er ook in het boekje beschreven dat Johan en Cornelis een grand tour maken. En dan beschrijven ze ook dat ze in Nice zijn. En bij een Romeinse theater of tempel van Diana. En ik heb dit gebaseerd op een 17e eeuw schilderij. Waarbij ik een schets heb gemaakt alsof Johan en Cornelis, je ziet ze daar weer staan, daar bij die tempel van Diana zijn. Het hele boek zit ook doorspekt van portretten. Dit staat volgens mij niet in het boekje, deze heb ik eruit gelaten. Omdat mensen om me heen hem niet herkenden, want dit is d'Estrade. Een Godefroy d'Estrade was ambassadeur van Frankrijk in Parijs. En ik heb hem hier afgebeeld naar een schilderij. Maar dat was een wat minder bekend schilderij. Maar ik vond hem hier wel lekker smerig. Want hij dan zo een beetje guur uit zijn ogen kijkt. Maar ik geloof dat ik het toch maar naar een bekender plaat heb gedaan. En hier ben ik wel heel trots op. Dus is namelijk, ik heb hem dus geschetst alsof het een schets is. En dit is Koenraad van Beuningen. En voor mij leeft hij wel. Ik zie Koenraad, als ik hem zou zien, denk ik ook dat hij er ongeveer zo uitzag. Ja. Ik weet het natuurlijk niet, maar ik heb een schets naar een schilderij gemaakt en ik heb hem geprobeerd om ook wat leven in te brengen. Dit is ook een tekening die ik heb gemaakt op een bekend schilderij. Hier zie je Cornelis de Wit die bezig is om een brief te schrijven. Nou, goed, zo, daar staat het hele boek staan, allemaal dat soort tekeningen in. Hier zie je Johan. En zijn oom, de graaf van Zuid-Polsbroek. En dat heb ik weer gebaseerd op een schilderij van de graaf van Zuid-Polsbroek. Ik geloof van Pikenoy. Maar deze tekening. Maar ik vond hem hier eigenlijk. Ik vond eigenlijk dit te kaal. En toen dacht ik, nou weet je, je moet hem een beetje op de achtergrond tekenen. Alsof hij. En dat was hij ook. Hij was de grote raadgever van Johan. Het was nou ook de oom van zijn vrouw, hè, van Wendela Bikker. Ik heb ook veel vrouwen, of enkele vrouwen, afgebeeld. Dit is een van de maîtresses van Lodewijk XIV. Maar die heb ik getekend naar een schilderij van haar. Nou, in ieder geval, ik zit nu al 10 minuten te lullen. Het boekje ligt van vandaag in de winkel. Bookstore Day. En je kunt het vast ook overal bestellen en kopen. En ik hoop dat jullie dat doen. Johan de Wit en Frankrijk.